Leusvindel alweer. Dat is de heer Koning en die komt uit Driebergen alweer. Ontzettend een goede uitvinding. Dat is een top uitvinding. Hoe krijg je het voor elkaar? Ongelooflijk, hè? Dat is een automatische bomenrooier. Ja, kom u eruit, die hebben heel wat anders uitgevonden. Nou, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Nee, maar het is mooi meegenomen natuurlijk. Hè. U gaat het even aansluiten en zo, dan wachten we even. Hè. Dat kan niet even duren. U zal intussen wat zingen. Draai er al, draai de riem, draai de roosje, er is een ander aan de roos. Ja, moet ik helpen, nee, hè? Gaat het? Ja, hè? Gaat het? Nee, ik sta het geven. We gaan hem oppompen. Wat gaan we doen? Oppompen. Oppompen, oh. Veel over gehoord en nou zie je het zo van dichtbij, hè? Ja. Maar er gaat wat gebeuren daar, ja, natuurlijk. Ja, dat gaat gebeuren. Dan weten wij nog niet wat er gaat gebeuren. U gaat nu de uitvinding testen, u gaat hem nu... Nou, ja, oké. Ik ga mijn auto een klein stukje vooruit rijden. Gaat u weer weg? Nee. Oh. Zet je de bomen gelijk weer over en dan? Ja, dat kan wel. Geen idee wat het moet worden. Wat moet dit worden allemaal? U bent nu klaar om te gaan laten zien wat er gaat gebeuren. Nu gaat het gebeuren. Goed, dan gaan we eerst even vertellen wat er gaat. Hartelijk welkom. Hartelijk welkom, want dan gaan we eerst even vragen. U komt, want het is zo lang geleden, waar kom je ook weer vandaan? Driebergen. O ja, Driebergen. Wat heeft u precies uitgevonden, vertel u eens? Nou, een manier om je tent makkelijk op te pompen. Tuurlijk, tuurlijk. Een manier om de tent makkelijk op te pompen. Dan moet je wel een tent hebben die je kan oppompen, is dat normaal? Dat is een eerste vereiste natuurlijk. Ja. Maar hoezo kan je een tent oppompen? Dat is een speciale, dat is een Nederlands product van oppomptenten die normaal met een voetpomp geleverd wordt. Wordt dit verkocht? Dit wordt gewoon verkocht. Oh, waar gaat de lucht dan in? Dus, er zitten hier, oh in plaats van stangen zitten hier dingen, waar je fietsbanden of je zoiets een slang, ja, een ding waar lucht in gaat. Ja. En dat lucht gaat u erin persen met een auto? Dat is wel de bedoeling. Nou, gaat in godsnaam mee aan de gang. Dan gaan we kijken hoe we gaan beginnen. Moet ik helpen, wat moet ik iets doen? Nou, misschien als de druk ongeveer hoog genoeg is, dat u even binnenuit een beetje omhoog kan drukken. Ja, de druk was aan het begin van het programma al heel erg hoog. Ik hou hem een stukje omhoog. Oké, ik wacht wel op tekens, ja. Ah, nou, dan gaan we wat meemaken, hoor. Dat is natuurlijk gas en woep, daar staat die tent. Dat is natuurlijk de bedoeling, hè. Op de camping. Was dat hem? Ja, ik denk dat het nou wel gaat, ja. Oh, dus nou, ik vind meer erg opgeknapt als ik eerlijk ben. Als u misschien een eindje helpt, dan ja. Komt u waarschijnlijk. Wilt u erin stappen? Ja, moet ik. Nou, zal ik eerst even wachten tot hij staat. Alleen stappen al. Wat wordt het? Heeft u enig idee? Moet hier omkeren, hier omkeren. Wat moet je doen? Ja, ik ben hier. Oh, ja. Oh.
Het is voor hele korte vakantie. Hij loopt daar leeg. Hier zo, joh. Hebben we hem? Nou, meer. Ik was alles aan. Nou, die is echt fermeus. Handig is er nou, hoor. Die vrienden die we eruit vinden, uitgevoerd. Ah, hier komen we ooit in over een camera. Geweldig. Dat is echt een top, hoor. Nou, we gaan eens even vragen. Komt u eens even. Vertelt u eens even. Nou. Hoe had u zelf gedacht? Wat is nou de... Wat is hier nou het bijzondere van? Het is niet helemaal duidelijk geworden, denk ik. Nee. Nee. Nee, dat kan je wel zeggen. Ik weet niet of wat te maken mee, hè? Nee. Frits, wat vond jij ervan? Jij ziet altijd toch wel iets positiefs. Ja, dat wil ik ook graag zeggen. Laat ik op voorhand zeggen dat ik meneer een herkansing in het vakantiemanprogramma... Precies, is dat die tent op die ene viool? Ik hoor de bagage zitten. Sorry, Frits. Nee, ik denk dat er is waarschijnlijk iets fout gegaan, want er loopt op dit moment meer lucht uit dan, no, dan er inderdaad. Ja, loopt daar lucht uit, daar. Maar wanneer u het echt helemaal onder controle hebt, dan zou u het bij de vakantieman nog eens kunnen doen. Kijk, wat leuk is, de tent zelf bestaat al heel lang. Hè? Een oplopter, die is niet nieuw. Het gaat om een pompje. En laat ik het nou serieus benaderen, of schoon de proef misschien een beetje is mislukt. Oh. Ik kijk... Wat de bedoeling u heeft is, een he? Prachtig apparaat gebouwd, ja. Maar toch, het is, in feite is de uitvinding niet zo nieuw, want je hebt al accupompjes die je met accuklemmen aansluit op de accu, ja. Waardoor die accupompjes de tent opblazen of luchtbedden. Dat doet ook zo snel. Waarom? Nou, misschien langzamer kan haast niet. Nee. Maar waarom hebt u het zichzelf zo moeilijk gemaakt? Nou, we hadden al van die accupompjes geprobeerd, maar die gaan na een keer of 10 zijn ze gewoon op. Ja. Dan doen ze het niet meer. Nee, maar... Nee. Ja. Twee totaal spreekt voor zich te slotten. Hij wordt steeds lager. Ik zou dat zo graag ook aan de kijkers van de vakantieman willen aanbevelen, maar... Het is een heel trieste aangelegenheid. Nee, ik vind het net een mislukte soufflé. Ja, zielig vind ik hem. Maar luister nou, als het nou wel zou werken, want dat kan natuurlijk best, want daar lekt hij hoor. Daar komt allemaal koude lucht. Komt ja, daar komt door. Maar dan is het nog, hè, dan sta je op zo'n camping lekker in de natuur en dan moet je die auto vol gas geven. Nou, dat is ook niet lekker. Meestal hebben we al 500 kilometer gereden die dag en dan maakt die 5 minuutjes, die maakt het misschien ook niet gek. We hebben op die camping al die mensen tegelijk zo een beetje nou, met die vinden het meestal ook wel leuk. Dat kan ik me voorstellen. Ja, daar kan je wel een camping mee amuseren. Ah, daar komt er weer. Het is niet slecht voor je banden ook, want het kan het afschieten. Dan lig je zo bij de volgende tent in de... Nou, met dit schiet wij nog af, hoor. Nee, maar die ook. Nou, ik vind het een gastje. We gaan eens even kijken wat het publiek nog... Meneer met brievenbus, klapper. Had u er ook even weken? Want u heeft allemaal weer een dingetje gekregen, weet je, een kastje met een aatje, een beetje en een C'tje. Een aatje als u denkt van nou, het is een goede uitvinding, een beetje als u zegt van nou, ik ga er nog een nachtje over slapen. En wat is dat? Oh, u bent nog. Een beetje, nou ja, u weet het wel. Drukt u op de knopje eerst voor de brievenbus. Nu. Allemaal gedrukt, dan gaat de computer werken. Oh, wat die schitterende muziek, luister. Prachtig. Deze oppomptent ding. Wie weer het kastje en dan druk je op het knopje nu. Dan gaat de computer weer. De razen aan het werk. Schitterend die muziek weer op. Doe.
Hé, man. Te wauw, hè. Te wauw, ja. Ja, nou ja. Kijk eens, ik heb voor jullie, jullie hebben gewonnen. Maar we hebben de regeltjes veranderd. We doen zo, de verliezer krijgt 1000 gulden. Ja, ja. Nee, maar de verliezer krijgt natuurlijk 500 gulden, maar dat is niet echt een verliezer voor... Nee. Voor, ja, voor de... Je kan er in ieder geval een solutie voor halen en landen pakken, bouwlanden plakken, hoe heet het. En je hebt 1000 gulden voor de automatische brievenklap over. Hartstikke bedankt. En je krijgt hier ook nog een mooi cd'tje mee van Frits. Frits heeft hier een cd'tje terug. Gefeliciteerd. Hartelijk gefeliciteerd. CD, yes! Schitterend. Voor de medley schikkers, hartelijk gefeliciteerd. Goed, dames en heren, dat was het weer. Volgende week hebben we de voorlaatste uitzending. Dus u kunt nog één keer inzenden naar postbus 999-1430 AT in Aalsmeer als u een leuke uitvinding geeft. Hartelijk dank voor het komen, veel plezier mee. En u willen Frits bedankt. Wat een verhaal, een viool. Dit was de René van Columbus.